Het is weer tijd om een interessant aandeel te gaan bekijken. Deze maand een bedrijf dat we allemaal kennen en ik denk bijna allemaal gebruiken. En ondanks dat het nu even tegen zit, of misschien juist wel omdat het even tegen zit met dit bedrijf, lijkt het mij een interessant aandeel voor de lange termijn. Welk aandeel het is, dat gaan we nu bekijken. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl Op dit kanaal praten we over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier Een van die manieren kan zijn door middel van beleggen, dus dat is eigenlijk waar we vandaag ook naar gaan kijken, naar een interessant aandeel Maar zoals altijd geldt natuurlijk, niets in deze video is advies, ik ben geen financieel adviseur en kijken naar de aandelen die we eerder al in deze serie hebben behandeld, dan blijkt dat ook wel, want daar zit ook een beetje, een beetje tegen bij deze aandelen. Um, het is natuurlijk een momentopname, dus het kan er voor een week heel anders uitzien, sommige posities zou ik inmiddels ook al gesloten hebben met winst. In ieder geval, als ik ze al eerder had gehad, maar het geeft wel aan het belang van altijd zelf ook je onderzoek te gaan doen. En het kan ook zo zijn dat we juist aandelen hebben gekozen die het wat moeilijk hebben. Omdat ze juist om die reden natuurlijk interessanter voor ons worden voor de lange termijn als belegger zijnde. Dat is zeker in ieder geval het geval bij het aandeel van vandaag. Want het aandeel waar we nu naar gaan kijken dat is Facebook. Het is een aandeel waar ik zelf ook een positie in heb. Ik heb op dit moment 20 aandelen Facebook met net geen 213 euro als gemiddelde aankoopprijs. 213 dollar als gemiddelde aankoopprijs. Terwijl het aandeel nu rond de 330, 340 dollar zit. Ik vind het in ieder geval daarom ook een heel interessante... Interessant bedrijf. Dat vind ik al langer. Ik vind het als bedrijf als aandeel heel interessant. Als bedrijf als gebruiker zijn, vind ik het wat minder. Maar als we gaan kijken, ook eerder deze week, hadden natuurlijk een grote storing bij Facebook en ook andere diensten van Facebook, zoals Instagram. En het geeft eigenlijk ook maar aan hoe afhankelijk mensen zijn of hoe gehecht mensen zijn geworden aan de diensten, aan de platformen van Facebook. Alleen met die populariteit of met die afhankelijkheid krijg je ook natuurlijk dat er een tegengeluid komt, dat mensen kritisch zijn of dat ze zelf boos zijn op Facebook. Dat zien we ook juist goed deze week in het nieuws. Een klokkenluider zegt namelijk dat Facebook winst boven veiligheid van gebruikers stelt. Facebook zou weten dat het algoritme slechte invloed heeft op jongeren, zelfs uh, vooral op Jonge meisjes en ook dat desinformatie toch zichtbaar is of langer zichtbaar is dan nodig, en dat allemaal omdat eigenlijk meer mensen meer tijd doorbrengen op het platform, wat uiteindelijk dus zorgt voor meer winst voor Facebook. En ik weet niet welke kant van het verhaal waar is, al denk ik wel dat Facebook um, zeker niet de veiligheid van uh, gebruikers bovenaan zet. Dat winst zeker wel ergens bovenaan staat. Dat is in ieder geval voor mij de reden om het privé niet te gebruiken. Wel zakelijk en ook als, als belegger zijnde. Het is gewoon heel erg interessant. Het bedrijf verdient heel veel geld. Dat is goed voor beleggers. En zeker op dit moment hebben heel veel beleggers. die spelen ook wel met de emotie van welke impact gaat dit hebben op Facebook. Dat zien we ook terug in de koers. Natuurlijk speelt ook de hele markt. Eh, zien we wel dat tech aandelen worden afgestraft. Maar het kan dus juist wel een interessant moment zijn. Uh, om in te stappen in Facebook en daarom ook zeker dat ik naar dit aandeel ga kijken. Daarvoor gaan we eerst kijken naar de gebruikers en daarvoor maken we gebruik van de laatste presentatie, de laatste kwartaalrapport. Want daar zien we de cijfers uh, duidelijk en overzichtelijk terugkomen. En daarvoor gaan we even overstappen naar de computer. En laten we dan beginnen met de eerste sheet. En dat zijn de daily active users, uh, de dagelijkse gebruikers. Dus de gebruikers die elke dag actief zijn. Dan zien we hier dat dat inmiddels tot 1,9 miljard mensen is gegroeid. Um, dat is eigenlijk een toename met alle kwartalen daarvoor. We zien nog steeds die groei. Als we gaan kijken hoe die groei verdeeld is, dan zien we dat Amerika. Sinds een jaar geleden eigenlijk het hoogtepunt heeft bereikt. 196 miljoen. En daarna telkens rond de 195 miljoen die dagelijks terugkomen. Europa hangt ook een beetje rond die 310 miljoen. Wat ook wel een beetje de top lijkt te zijn. En de groei komt vooral uit. Uh, Asia Pacific en de rest van de wereld. Dat zien we ook in de volgende sheet. Als we gaan kijken naar de maandelijkse gebruikers. Dus hoeveel gebruikers komen er één keer per maand loggen ze in op een van de platformen van Facebook. Dan zien we dat dat uh, meer is dan de 2 miljard die we net zagen. Het is namelijk 2,9 miljard mensen. Die er dus één keer in de maand of vaker gebruik van maken. En hier zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Alleen dan iets grotere getallen. Amerika, 260 miljoen. Zit nog wel een kleine groei in. Um, we zien Europa 200, of 423 miljoen als top geweest. Afgelopen kwartaal was dat iets minder met 420 miljoen. En hier komt ook nog steeds de groei vandaan. Ten eerste de Asia-Pacific. En dan steeds de rest van de wereld, waar dus wel nog steeds die groei in zit. En als we dan gaan kijken uh, naar de volgende belangrijke sheet: van wat levert een gebruiker op? Dan zien we linksboven zien we over alle gebruikers over de hele wereld het gemiddelde. We zien dat het gemiddelde nog steeds oploopt. Was dat een jaar geleden nog 7 dollar per gebruiker gemiddeld? Inmiddels is dat 10 dollar, dus dat is um, ja, bijna 40% erbij ongeveer. Uh, maar dan zien we wel grote verschillen tussen welke regio, um, hoeveel een gebruiker dan oplevert, op zich wel te verklaren of op zich wel logisch. En uh, dat is al hele lange tijd zo, alleen we zien nog steeds die bedragen veranderen. De uh, US, Verenigde Staten en Canada. Dat is nog steeds die gebruikers leveren het meeste op. Uh, we zien inmiddels dat het gestegen is naar 53 dollar. Ligt gelijk met het vierde kwartaal van vorig jaar. Maar het vierde kwartaal is eigenlijk altijd het kwartaal waar Facebook het meeste geld verdient, omdat er het meest wordt geadverteerd. Bedrijven willen rondom Black Friday, rondom kerst, uh, daar willen ze advertenties tonen. Dus daar wordt flink voor betaald. We zien dat Europa volgt met inmiddels zo'n 17 dollar per gebruiker. En dat de rest van de wereld, zoals Azië, 4 dollar. En de rest van de wereld 3 dollar. Dus we zien wel, um, het is natuurlijk wel de vraag, het zal ook afhankelijk zijn van het inkomen van die mensen waar ze wonen. Die zal in Amerika en Europa hoger zijn dan in Azië en de rest van de wereld. Maar het zal wel zo zijn dat vooral deze, Azië, de rest van de wereld en ook Europa, nog wel steeds zullen groeien. Dat het zal toenemen, de omzet per gebruiker. Ik denk zeker dat Europa uiteindelijk wel richting... Uh, waar Facebook nu in Amerika mee is en dat die andere landen misschien richting waar Europa nu zit. Maar dat is dus eigenlijk een, ja, een verwachting voor de komende jaren. Dat is een langzame groei, maar er wel een groei die er nog steeds is. Heel erg belangrijk als aandeelhouder zijnde. En dat beeld zien we hier ook terugkomen. Hier zien we eigenlijk alle omzetten bij elkaar en hoe ze dan in de wereld uh, verdeeld zijn. Zoals gezegd, het vierde kwartaal is altijd het belangrijkste kwartaal van een jaar. En uh, we zien wel nog steeds, zoals gezegd, vanuit 2019. Het uh, vierde kwartaal het beste, dan neemt het weer wat af, maar uiteindelijk groeit het weer tot het vierde kwartaal. Is weer een stuk meer, bijna een derde meer dan in 2019. En laten we hopen denken in ieder geval verwachting is dat denk ik dit jaar ook wel weer diezelfde stijging zullen zien dat wederom het derde kwartaal beter is als het tweede kwartaal en het vierde weer het beste kwartaal van het jaar is en dan gaat het om inmiddels serieuze bedragen want uh, het tweede kwartaal dat is het laatste kwartaal dus waar we data over hebben inmiddels 29 miljard dollar aan inkomsten voor Facebook en daarover gesproken dit waren eigenlijk vooral gegevens over de gebruikers laten we ook vooral even gaan kijken naar de cijfers die we van de balans en dat soort dingen afhalen ten eerste in deze sheets zien we de omzet. En de, de netto winst en bruto winst in principe. We zien dat de omzet hier in de grijze lijn van die de grijze grafiek nog ieder jaar toeneemt. De gross profit, de bruto winst neemt ook ieder jaar toe. Facebook heeft gewoon een heel erg goede bruto marge. En dat verklaart uiteindelijk ook dat de netto winst zo hoog is. En ook daar zien we eigenlijk natuurlijk. Het vierde kwartaal is altijd het beste, maar we zien wel dat er over het algemeen nog steeds een stijgende lijn in zit. Gaan we dan kijken specifiek naar de netto winst, dan kan dat per kwartaal nog wel eens uh, ja, verspringingen vertonen. Um, maar als we zo inzien, we, zien we behalve deze afwijking van Q1 en Q2 van 2019, dat we ook hier eigenlijk wel een lijn kunnen trekken die redelijk stabiel is, die redelijk constant is. En we zien gewoon wat we eigenlijk kunnen verwachten voor de komende tijd. Dit is natuurlijk de vraag wat die invloed van die rechtszaken zal hebben, maar als die al invloed heeft, en dat zullen we heest wel hebben, dan kan dat... De vraag is hoeveel invloed en ten tweede hoe lang zal het duren voordat dat is. Want het is natuurlijk wel heel moeilijk tegen een bedrijf als Facebook, wat heel machtig is. Om, ja, zeker als je aan hun verdienmodel komt, zullen ze alles ervoor doen om dat eigenlijk tegen te gaan. Dus um, ik denk nog wel dat het zeker een tijdje door zal blijven groeien, deze lijn. Hier zien we nogmaals de marges, zoals gezegd. De bruto marge die ligt bovenaan, We zien hem. Af en toe een beetje afnemen, heeft er ook mee te maken dat Facebook meer personeel moet aannemen. Uh, juist ook om die desinformatie tegen te gaan. Maar desondanks zien we nog steeds dat de, uh, de netto marge, de groene lijn hieronder, behalve die afwijking hier nog steeds altijd zo bijna rond de 40, of in ieder geval boven de 35% ligt, dat het gewoon heel erg goed is. Kijken we dan naar de cashflow. En dat is eigenlijk vooral de, de groene lijn waar we op gaan letten, de free cashflow, dat is eigenlijk geld maar wat het bedrijf kan doen wat het wil. Het kan aandelen opkopen, het kan extra investeren, het kan schuld afbetalen, noem het allemaal maar op. Dus dat is een heel belangrijk iets voor een bedrijf. En ook hier zien we wederom um, wel redelijk een stabiele lijn die ook zeker nog steeds omhoog loopt. Want inmiddels zijn we hier al gaan we al een beetje richting de 10 miljard. En dit is dus op kwartaalbasis. En dat zien we hier eigenlijk. Een beter beeld. En ik, uh, nou, we zien het net, net, ik zit net niet in de weg. Maar hier zien we eigenlijk de cash die het bedrijf heeft. Dat is de grijze kolom. Inmiddels is dat gestegen naar meer dan 70 miljard. We zien ook dat ze schulden hebben. Maar die blijven redelijk stabiel. En het verschil daartussen zorgt ervoor de net cash. En daar zien we nog steeds die stijgende lijn. Dus het ziet er gewoon heel erg positief uit. Als je naar de cijfers en de winstgevendheid van Facebook gaat kijken. Dat kunnen we ook zeker zien als we naar de checklist gaan kijken. Maar voordat we daarna gaan kijken, wil ik eerst even kijken naar de Giro. Want mocht je nou nog willen beginnen met beleggen, moet je nog een account aanmaken. Kijk dan zeker eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. Ook mijn aandelen Facebook heb ik via de Giro gekocht. Via de link onder deze video kun je gratis een account aanmaken, zodat je zelf ook kunt beginnen met beleggen. Het kost jou niets extra's als je via die link registreert. Maar het helpt wel het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar laten we dan eerst even gaan kijken dus naar de checklist met als eerste onderdeel de waardering. En dan Zien we hier een paar negatieve dingen. We zien dat de PE ratio te hoog is. Oftewel, op dit moment wordt er 24 keer de winst betaald. Het liefste zouden wij willen zien dat dit lager dan 20 is. Hetzelfde geldt eigenlijk met de price to free cash flow. Ook daar wordt op dit moment zelfs 28 bijna 29 keer de free cashflow betaald. En onderaan de price to fair value. Die zouden wij onder de 1 willen zien, terwijl die nu bijna richting de 7 gaat. Dus uh, we zagen net al dat het heel interessant was. Alleen gaan we kijken naar de waardering van het aandeel. Is dat niet heel interessant? Hoe zit het dan met de winstgevendheid? Nou, dat hebben ze juist al gezien. We zien de netto winst op dit moment 37%, terwijl we meer dan 10 willen. Dus dat is ruimschoots voldoende. Return on assets, ook ruim boven de 5% die we willen. Return on invested capital, ruim boven de 2%. Dividend, dat hebben we hier in eentje staan, omdat ze het makkelijk zouden kunnen betalen. Maar ze hebben op dit moment geen dividend. Facebook is nog steeds. Ja, relatief jong bedrijf, echt een groeiaandeel, groeibedrijf. Dus die zullen pas op latere termijn een keer misschien dividend gaan uitkeren. En we zien ook dat het aantal uitstaande aandelen afneemt. Ook altijd belangrijk als aandeelhouder zijn. Dat betekent namelijk dat de winst over minder aandelen verdeeld wordt. Oftewel, eigenlijk als aandeelhouder ga je er dan wel op vooruit. Als je nog steeds 20 aandelen aanhoudt, die ik ook een paar jaar geleden had. Dus het is maar anderhalf procent, maar wel een belangrijk iets dat het bedrijf toch. Vanuit hun free cashflow aandelen opkoopt. En tenslotte zien we nog de groei. Die hadden we zojuist ook al gezien in de grafieken. Hier zien we duidelijker de afgelopen vijf jaar: 211% toegenomen. Van 27 miljard naar bijna 86 miljard vorig jaar. De netto-winst: 185% toegenomen. Van 10 miljard naar 30 miljard vorig jaar. En ook de free cashflow is meer dan verdubbeld. Van 11,6 naar 23,6%. En dan komen we aan bij de waardering voor het aandeel. Ten eerste gaan we kijken naar tipranks. Daar zien we dat 31 analisten een advies hebben gegeven. 25 daarvan geven een koopadvies. Het gemiddelde komt uit op uh, 420 dollar. Dat zien we hier ook. Oftewel, zo'n 26% boven de huidige prijs. Er zijn analisten die zeggen 300 dollar als koersdoel over 12 maanden. Er zijn ook analisten die zeggen 500 dollar als koersdoel. Gaan we kijken naar die analisten, dan naar de prijs de top drie of tenminste degenen die in de top zitten bij de beste paar procent, dan zie je wel dat die juist vaak nog iets hoger hebben ingeschat tussen de 425 en 455 dollar, wat dus zelfs een upside van meer dan 35 of 36 procent zou kunnen betekenen. Maar dit is wat analisten denken. Laat ook vooral gaan kijken naar wat we zelf denken en ook daar heb ik weer een berekening gemaakt. Die zien we hier. Ik hoop dat die even helemaal zichtbaar is. Maar in ieder geval, we zien hier linksboven de gemiddelden van 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar. We zien dat gemiddeld dus met 50% in de laatste 10 jaar de omzet is gegroeid. Het laatste jaar 40%. Het neemt iets af. Dat is logisch. Het bedrijf wordt steeds groter. En het is moeilijker om steeds meer mensen te bereiken. Heel veel mensen zullen geen internet hebben. Hebben de behoefte niet aan Facebook. En uiteindelijk zijn er ook niet meer mensen die je kunt bereiken. Als je nu al 3 miljard mensen kunt bereiken maandelijks heb je echt wel bijna iedereen te pakken die überhaupt online is lijkt me. De netto winst dan, die zien we van 26% over tien jaar, zelfs naar het afgelopen jaar 37% toenemen. De free cashflow zien we hier ook en kijk ook even vooral naar dezelfde, naar de rest van de percentages. Heb ik vervolgens ingevuld voor de omzetgroei, hebben drie scenario's: de bear case, de base case en de bull case. De bear is als het een beetje tegen zit. De base case is als het eigenlijk gaat zoals ik ook denk dat het gaat. Of mocht het zelfs nog beter gaan, dan spreken we over de bull case. Dus 20, 25 en 30% procent groei voor de komende 5 jaar heb ik hier ingevuld. Voor de netto winst spreken we dan over 33, 35 en 37%. Procent. De free cashflow 28, 30, 32 procent. De aandelen, ik denk dat ze in het slechtste geval 1% procent extra zullen doen om geld op te halen ergens voor. In de base case blijft het aantal aandelen gelijk. Of in de bull case kopen ze 1% terug. We zien al dat ze eigenlijk de laatste jaren wat terugkopen. Dus ik denk eerder dat dit min 1 zal zijn of meer. Alleen laten we het even voorzichtig aanpakken. Dan een P.E. ratio. We zagen dat je op dit moment 24 was. Hoger dan dat we zouden willen. Ik denk met deze groeipercentages de komende tijd... dat we 15, 20 tot maximaal 25 als P.E. willen doen. Uh, price to free cashflow tussen de 18 en 22... Vervolgens een gewenst rendement van in het slechtste geval 15%, in de base case 12% per jaar en tenslotte 9% per jaar. En het eindeloze groeipercentage na deze 5 jaar, denk ik niet dat het bedrijf met 20, 25 of 30% zal groeien. Maar ga ik in alle gevallen uit van 5%. Het zal misschien meer zijn, maar laten we wederom even conservatief zijn. En als we dan gaan analyseren, komen we bij de volgende verwachtingen uit, waardering uit. Dan zien we eigenlijk dat in de base case. Het is een beetje afhankelijk um, ja, hoe je het berekent, maar in ieder geval tussen de 340 en 520. Dus ergens zeker rond die 400, 450 dollar, waar ook analisten het over hadden. Lijkt dus zeker niet helemaal, ja, helemaal niet zo gek eigenlijk. En vergeleken met de koers op dit moment van 326 dollar is dat echt ruim voldoende upside. Ik denk dat er ja, heel veel positieve dingen zijn aan het aandeel, ook zeker negatieve dingen, maar die zetten nu worden ook al ingeprijsd. Beleggers zijn heel, heel emotioneel, reageren ze daarop. We zien dat het aandeel de koers ook daar flink op omlaag gaat. En het kan dus zeker wel zo zijn dat dit een interessant moment is... om juist in te stappen of misschien je positie uit te breiden voor Facebook. Dat is zeker iets waar ik op dit moment aan het denken ben. Maar zoals gezegd, dat is mijn mening, mijn visie, mijn gevoel. Zeker geen advies, maar laat vooral ook weten wat jij ervan denkt. Hoe kijk je tegen Facebook aan rondom de rechtszaken die er nu zijn... of de klokkenleider die er nu is... Wat verwacht jij van het bedrijf voor de komende jaren? Hoe ziet de groei eruit? En wat denk jij van het aandeel? Heb je het zelf al Overweeg het of wil je het zeker niet? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Vertel ook juist waarom je dat denkt. Altijd interessant om te kijken hoe andere mensen tegen hetzelfde aandeel aankijken. En dan zijn we daarmee weer aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.